Een van de voorbeelden die nu al aan de orde zijn, dat is dat wij binnen 14 dagen terugmelden wat er is gebeurd met een aangifte van een woninginbraak. Maar dat we ook zorgen dat de schotjes weg zijn. Dat we niet meer zeggen van ja, dit is voor deze gemeente en we zien wel hoe het gaat, maar dat we met z'n allen verantwoordelijk voor zijn. Brabant bestaat door de nieuwe politiestructuur uit twee regio's. Die zijn opgedeeld in basisteams. In Oost-Brabant zijn dat er 9, in West-Brabant-Zeeland 12. Kijk, wat er vroeger was, was een burgemeester had 10, 15 of misschien wel 50 of 100 politiemensen. Nu zeggen we het robuuste basisteam, met bijvoorbeeld 6 burgemeesters heeft u er 200. En u moet ze inzetten op de problemen die u van tevoren definieert met elkaar. Als u ziet dat er een jeugdprobleem is, of een inbraakprobleem, of een overvallenprobleem, dan moet u daar de mensen op inzetten. En als er dan 10 mensen nodig zijn, doet u met 10 mensen. Dat is de kwaliteit van de lokale teamchef. Maar moet het met 200? Doen we met 200? Moeten er nog meer komen? Komen er meer? Want het probleem moet opgelost worden. Je zou kunnen zeggen dat in een gebied het basisteam verantwoordelijk is voor alles wat er gebeurt. En als ze het niet meer aankunnen, omdat het te groot wordt of te ingewikkeld wordt of bijzondere expertise nodig is of plotseling heel veel mensen nodig zijn, dan wordt er opgeschaald binnen het district, binnen de regio, maar zelfs binnen het hele land. Ik zal een voorbeeld geven. Als het in Tilburg met woninginbraken uit de hand loopt, dan zou je kunnen denken als je op een eilandje zit, het is voor Tilburg en ze zoeken het daar maar uit. Nu is de vraag, wat kunnen wij samen met elkaar bedenken om het in Tilburg veiliger te maken voor de inwoners daar? En hetzelfde geldt voor Oost-Brabant of Noord-Nederland. Dus dat betekent het uitwisselen van best practices. Het niet meer denken van, nou, het is niet hier bedacht, dus ik ga het maar niet doen. Nee, we gaan het met z'n allen doen. Wij hebben minder leidinggevenden straks in de nieuwe organisatie. We hebben minder mensen die bezig zijn met beleid en stafwerkzaamheden. We hebben alles wat we ter beschikking konden stellen, hebben we in de basisteam gestopt. Maar alles wat wij konden doen om mensen op straat te brengen, rechercheurs aan te stellen, hebben we gedaan. Flinke grote club, veel flexibiliteit. Nou ja, en ik heb daar hoge verwachtingen van. De benoeming van Vissers ging niet zonder slag of stoot. Hij zou te slecht communiceren en te strak leiding geven. Maar die kritiek wuift hij weg. En ik wil u graag uitnodigen om met of zonder mij eens door de organisatie te wandelen. Zonder mij is misschien beter. En daar maar eens gewoon navraag naar te doen. Dan zult u ontdekken dat dat allemaal in de praktijk nogal meevalt. Maar weet u waar de kritiek vandaan is gekomen? Ja, ik weet natuurlijk wel dat vanuit de vertegenwoordiging van de ondernemingsraad zijn er opmerkingen over gemaakt. En die zijn in dat advies verwerkt. Maar nogmaals, die minister heeft zijn huiswerk goed gedaan. Die heeft heel breed gekeken. En als ik echt twijfel had overgehouden, had ik het niet gedaan. We garanderen dat er door de nationale politie meer misdrijven worden opgelost. Ja. Oh, moet het allebei? Ja, alle twee, ja. Natuurlijk. Okay. Nog steeds wordt geweld tegen politieagenten te laag bestraft. Ja. Ja. De politie is na haren genoeg ingespeeld op social media. Nee. Nee. De verkeersboetes zijn nu hoog genoeg. Ja. Te hoog. Als er politiebureaus moeten sluiten, sluit ik ze eerder in de grote stad dan in kleine steden of dorpen. Nee. Ja. Voor de politie is een inbraak nu even erg als een verkrachting. Nee. Ja. Frans Heres, ook nationaal actief voor de aanpak van kinderseks-toerisme en overvallen. Volgens hem is er geen onderscheid in leed en is daarom een inbraak even erg als een verkrachting. Als je kijkt naar de impact op slachtoffers. De ene voelt zich buitengewoon lichamelijke integriteit geraakt, hè, bij een verkrachting. Dat is ongelooflijk erg wat je kan overkomen. Maar een inbraak heeft ook grote, enorme impact op een slachtoffer. Dus wij maken geen onderscheid in leed. Wij vinden beide buitengewoon vervelend voor onze burgers. Maar het is toch vreemd, want een verkrachting heeft toch veel meer impact ook op je lichaam dan een inbraak? Zeker. Maar ik ken ook situaties waarbij je overvallen wordt in je eigen huis, waarbij een wapen tegen je hoofd gedrukt wordt. Dus de eenvoudige keuze, vind je dit belangrijker of dat erger? Ik vind het allebei erg. Dus vandaar mijn antwoord. Het is allebei verschrikkelijk. Je slaapt er niet van
Je hebt het jarenlang draag je het met je mee. En het is aan onze taak om te kijken waar je verdachten kunnen vinden om het misdrijf op te lossen. Ja, u ziet dat anders, meneer Vissers. Nou, ik zie het niet anders. Ik heb, u zei toch echt... Absoluut. Nee, dat heb ik gezegd. Maar als we ons nog even herinneren, ik heb wel geaarzeld wat ik zou zeggen. En ik heb er even over nagedacht. Als ik uiteindelijk een keuze moet maken tussen een gemiddelde woninginbraak en een verkrachting, is het niet ingewikkeld, dan gaat die verkrachting voor. Waar ligt de focus wat u betreft voor Oost-Brabant? Op de high impact crimes. Dan denk ik aan de woninginbraken, de overvallen, de straatroven en alles wat met lichamelijke integriteit te maken heeft. Want u bent van die cijfers geschrokken toen u die zag? Nee, ik vind dat als je kijkt naar de impact die dat heeft op onze burgers, dat we daar een belangrijke taak hebben om dat te bestrijden en te zorgen dat die cijfers naar beneden gaan. We hebben nationale beleidspunten, speerpunten. En die doen we dus allemaal. En dan moet je echt per gemeente kijken. En dat zijn er nogal wat. Hè. In mijn gebied zijn er dat 39. En die ruimte moet er zijn. De burgemeester, de gemeenteraad moeten echt de ruimte hebben om hun eigen prioriteiten te stellen. Ja, en die zijn per gemeente verschillend. Dan dank ik u wel en wens u heel veel succes. Graag gedaan. Dank je wel.